Een hele goede middag, lieve kinderen, papa's, mama's, opa's, oma's en andere begeleiders. Welkom bij de Kinderuniversiteit van Tilburg University en welkom op onze prachtige campus. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja. Nou, ik ben nog niet helemaal overtuigd. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja, heel goed. En is er iemand hier die wel eens eerder op onze campus is geweest? Nou, heel goed. Welkom terug. In ieder geval. En waar jullie vandaag zitten, zit ik normaal gesproken. Want ik studeer hier op de universiteit. En jullie zitten vandaag ook in een echt college. En dat is hier op de universiteit een ander woord voor een les. Als hoe jullie die normaal op de basisschool krijgen. En om even een beeld te geven, we zitten vandaag in het gebouw Cube. En dat heet Cube omdat het de vorm heeft van een kubus. En in deze zaal passen wel 600 studenten. Dus die krijgen dan in één keer een echte les of college van een wetenschapper. En dat krijgen jullie vandaag ook. En even kijken. Misschien een beetje een gekke vraag, maar heeft iemand vandaag al gebruik gemaakt van het toilet hier op de campus? Jawel, nou, dat is goed, want het college van vandaag gaat over milieu en de natuur. En in dit gebouw worden de toiletten doorgespoeld met, dat noemen we hemelwater, dus regenwater. Dat wordt hierachter opgevangen in de fontein. En zo proberen wij ook als universiteit een beetje te helpen met het milieu en de natuur. En de universiteit is eigenlijk een ander woord voor een hele grote school waar je later naartoe gaat als je iets ouder bent. En dat kan naar een middelbare school. Of als je een andere vooropleiding hebt afgerond. En dan kan je hier naartoe komen als je bijvoorbeeld rechten wilt studeren om advocaat te worden. Of je kan ook psychologie gaan studeren als je het heel leuk vindt om later een psycholoog te worden. Of je kan in de economie gaan. Maar daar zal dokter Ben Vollaar straks meer over vertellen. En voordat we met het college gaan beginnen, gaan we straks een quiz doen. En als het goed is, hebben jullie allemaal een rode en een groene kaart gekregen. Ja, en dan gaan we voor de quiz toch nog even testen of jullie een beetje begrijpen hoe die kaartjes werken. Dus als ik zeg rood, dan jullie de rode kaart in de lucht. En als ik zeg groen, jullie de groene kaart in de lucht. Ja? Oké. Okay. Groen. Rood. Groen. Rood. Groen. Rood. Groen. Groen. Nou, ik denk dat dat wel goed gaat komen met kaartjes. Ik hoop dat jullie heel veel zin hebben in het college. En dan ga ik nu het podium vrijmaken voor professor Ben Vollaert. Ja. Nou, dank je, Jamie. En hartstikke leuk dat jullie er zijn, dat jullie met zoveel zijn gekomen. Mijn naam is dus Ben Vollaert en ik ga zometeen het college geven. Zometeen ga ik meer vertellen over wat ik doe. We gaan er gewoon een leuk en leerzaam uurtje van maken. Ik ben vooral erg benieuwd naar jullie vragen en opmerkingen en daar ruimen we ook echt tijd voor in. We gaan zometeen even een quiz doen, dan komt het college en aan het eind hebben we nog een vol kwartier waarin jullie je vragen kunnen stellen of dat je gewoon een opmerking kan maken naar aanleiding van het college. Voordat we met het college beginnen, hebben we eerst even een korte kennisquiz, waarbij je dus jullie groene en rode kaarten kunnen gebruiken. Laten we snel naar de eerste vraag gaan. Ja, daar komen we. Wat denk je? Waar is de luchtvervuiling in Nederland eigenlijk het ergst? En dan hebben we het over zogenaamd fijnstof. Daar kan je van die fijne smog van krijgen. Dus zo'n geel-bruine deken die dan over Nederland hangt. Is dat het ergst in Brabant en Limburg? Dan steek je een groen kaartje omhoog. Of denk je, nou nee, in Noord- en Zuid-Holland, rond Rotterdam, et cetera, daar is het ergst. Nou, de meningen zijn aardig verdeeld. Ik denk dat het echt zo'n beetje 50-50 is, dus laten we snel naar het antwoord kijken. We zitten hier in Brabant en dit kaartje geeft aan hoe het met de luchtvervuiling in Nederland is gesteld. Hoe donker, roder, hoe erger het is. Nou, je kan wel zien. We zitten hier in Tilburg. Nou, het is best rood, hè? Ja. Trouwens, even handen omhoog. Wie komen er uit Brabant of Limburg?
Nou, dat zijn natuurlijk de meeste van jullie. Nou, schrik niet, maar die luchtvervuiling, dat is geen kattenpis. Zeg maar. Dat heeft echt wel wat, dat betekent wel wat. Want de luchtvervuiling in Brabant betekent eigenlijk dat je elke dag 5 sigaretten meerookt. Zo erg is dat. He, dus 365 dagen per jaar en dit jaar zelfs 366 dagen, hè, want morgen, hè, we hebben onze schrikkeldag, elke dag weer. En dat betekent dat ja, als je in Brabant woont, dan leef je een jaartje korter, hè, door die luchtvervuiling. Nou, waarom deze vraag gesteld? Nou, allereerst, hoe zit het eigenlijk met die luchtvervuiling? Hebben we daar niet regels over? We hebben toch regels waar bedrijven zich aan moeten houden. Bijvoorbeeld fabrieken die grote schoorstenen hebben. En bijvoorbeeld de boeren. Een boerderij heeft geen schoorsteen, maar die stoot wel allemaal stoffen uit. En die gaan weer samen met andere stof in de lucht. Die maken toch ook weer fijnstof, waardoor je ook smog kan krijgen. Wat hartstikke ongezond is. Willen we dit? Hoe zit het met die regels? En als we de regels hebben, hoe controleren we eigenlijk of die bedrijven zich wel aan die regels houden? Dat is precies waar we het over gaan hebben. Nou, een ander ding is, en nog even terug naar het plaatje voor Brabant en Limburg. Wat Brabant en Limburg anders maakt, is dat het grenst aan België en aan Duitsland, inderdaad. Nou, de wind staat nog wel eens uit deze hoek, zeg maar, dus we krijgen ook een hoop vervuiling van andere landen. Dus als je hier iets aan wilt doen, dus als we daar ons zorgen over maken van, goh, waarom is onze lucht eigenlijk niet een stuk schoner? Dan kan je dat niet alleen als Nederland doen. Dan moet je dat samen met andere landen bekijken. Bijvoorbeeld samen met alle Europese landen. Waaronder dus België en Duitsland. Oké, dat was de eerste vraag. Tweede vraag. Als we het toch over controleren hebben of mensen zich weer aan de regels houden. Daar hebben we natuurlijk de politie voor. De politie kijkt overigens vooral naar woninginbraken, autokraken. Of je niet te hard rijdt of je niet stiekem door het rode licht rijdt. En dat doen ze vaak ook met auto's. Dus ze rijden rond. Nou, als je nou over heel Nederland kijkt, en we kijken even alleen naar de politieauto's die dus door steden en dorpen rijden om de boel in de gaten te houden of voor noodmeldingen, bijvoorbeeld als een ongeluk is gebeurd, hoeveel zouden dat er zijn? Het is groen als je denkt, dat zijn de 750. Rood als je denkt, 1500. Nou, ik denk dat de meerderheid nu wel gelijk heeft. Hè? Dus, want ik zie een hoop rode kaartjes. Kijk, dat zijn er 1500. Die houden de boel hier in de gaten. Zodat wij ons aan de regels houden. Die auto's die rijden rond op het land. Maar Nederland is ook verantwoordelijk voor een heel groot deel van de Noordzee. Dat zien we hier op dit kaartje. Zeg maar, want dit is het landoppervlak, dus de grenzen zijn hier niet ingetekend, maar die kennen jullie natuurlijk hartstikke goed. En dit is het deel van de Noordzee waar wij verantwoordelijk voor zijn. Dat is 2 keer zo groot als het landoppervlak. Daar gebeuren ook allemaal dingen en daar moeten mensen zich ook aan de regels houden. Bijvoorbeeld vissers. We hebben een hele hoop vissers in Nederland. Het zijn wel 400 visserschepen die actief zijn op die Noordzee. Nou, hoe zit het eigenlijk met het in de gaten houden van hen? Want ook bijvoorbeeld de vissers moeten zich aan de regels houden. We hebben net gezien dat er 1500 politieauto's zijn die door dorpen en steden rijden. Hoeveel inspectieschepen, denk je, zijn er die de Noordzee, dat enorme oppervlak, in de gaten houden? Is dat 1 inspectieschip of zijn dat er 8? Nou, dat vind ik best knap, want ik zal even een fotootje laten zien van het inspectieschip. En ik hoef maar 1 foto te laten zien, dus je voelt hem al aankomen. Geloof het of niet, 1 inspectieschip moet al die honderden vissers op dat enorme oppervlakte in de gaten houden. Ja, zometeen heb je vast eentje goed. Maar dat is wel typisch. Want in Nederland hebben we een hele hoop regels. Dat weet je, daar heb je zelf ook mee te maken. Maar er zijn ook heel veel regels voor bedrijven, groot en klein. Ook vissersbedrijven, die bijvoorbeeld actief zijn op de Noordzee. Maar we hebben zat regels, maar we zijn gewoon niet zo goed in
controleren of die bedrijven zich wel aan de regels houden. Want ja, wat heb je daarvoor nodig? Bijvoorbeeld inspectieschepen, inspectievliegtuigen, hoop inspecteurs. Zeg maar, hè, daar hebben we er gewoon niet zoveel van. Wat dus betekent dat we maar moeten hopen dat die bedrijven zich aan de regels houden. En zoals we zo zullen zien, dat gaat niet altijd goed. Nou, nu we het toch over water hebben, laten we even kijken naar water op land. Hè. Dus sloten, rivieren, meren, et cetera. Ja, die hebben we in Nederland ook heel veel. Hè. Nederland, waterland, een hele hoop water. In welk land in Europa denk je dat het buitenwater het allerviest is? Hè, is dat Bulgarije, groen, of is dat rood, Nederland? Nou, ik zie een hoop rode kaartjes. Ik weet niet wat jullie weten over Bulgarije. Ja, heel weinig, dus een beetje afgelegen rijen. Maar het juiste antwoord is Nederland. Van alle 27 Europese lidstaten, dus alle landen in Europa die lid zijn van de Europese Unie, heeft Nederland het allervieste water. We staan hier helemaal onderaan. Hè? Je ziet hier het hele rijtje, Finland, Roemenië, etc. En helemaal onderaan, hier. Bijna geen enkel water in Nederland is, zeg maar, goed. Het is allemaal hartstikke vervuild. Het gaat niet over drinkwater nogmaals, het gaat over het water buiten. De sloten, plassen, meren, et cetera. Dus wat dat betreft, als jij van zwemmen buiten houdt, dan kan je beter in Finland wonen. In Finland is het water hartstikke schoon. Dat weet ik zelf, want afgelopen zomer zijn we op vakantie geweest in Finland. We hebben heel veel gezwommen. Was fantastisch. Nou, daar kristalhelder water. Geen dode vissen of iets dergelijks, geen schuim op het water, geen dikke laag kroos. Nee, gewoon heerlijk zwemwater. Maar als je daar met de Finnen over hebt, van wat fantastisch dat jullie dat hier hebben. Ik zou bijna drinken. Heb niet gedaan, maar je zou zeggen, geen probleem. Ja, zeggen die Finnen, dat is wel zo. En we hebben wat minder Finnen dan Nederlanders, dus het is minder dicht bevolkt. Maar ze hebben er echt wel voor geknokt om dat water schoner te krijgen. Dat was een stuk viezer dan het is. Dus dat betekent, als je schoon water wil, moet je er ook iets voor doen. En dat heb je dus, je kan een verschil maken. Dus dat is een belangrijk punt, want ook in Finland hebben ze eigenlijk regels die best wel op Nederland lijken. Finland zit ook bij de Europese Unie. Die regels lopen niet zo uiteen, maar in Finland hebben ze er echt werk van gemaakt. Daar hebben ze er echt voor gezorgd dat die bedrijven die het water vervuilen, zich aan de regels houden. Eén laatste vraag van deze kennisquiz. Doe je zelf wel eens iets stiekems wat eigenlijk niet mag? Ja, groen en rood? Nee, echt niet. Nou, dan zal ik één iemand vragen om even te zeggen. Want jij hebt een groen kaartje, zag ik. Hè? Ja, die doet je nu snel naar beneden. Maar kan je misschien zeggen, zeg maar, wat voor stiekems je zo al doet? Nee, hè? Want dat is hartstikke goed. Want dat zie je natuurlijk ook. Hè? Dat willen mensen natuurlijk liever verborgen houden, nietwaar? Wat jij stiekem doet, ja, je wil niet dat andere mensen dat weten. En bij bedrijven gaat dat natuurlijk net zo. Bedrijven die ons water vervuilen of de lucht zo vies maken, veel viezer dan eigenlijk mag, ja, die gaan dat niet aan de grote klok hangen. Nou, laatste vraag. Doet je moeder of je vader, of je begeleider, je verzorger die vandaag mee is, doet die wel eens in stiekems wat niet mag? Nou, dat is vrij helder. Het was vrij helder. Hè? De kinderen zijn er vrij duidelijk over. Kijk. Hè? En waarom is dit een belangrijke vraag? Waarom is dit belangrijk? Waarom staat deze vraag in de kennisquiz? Nou, bedrijven, daar zitten mensen achter. Bedrijven doen niks. Hè? Dat zijn de mensen die in een fabriek werken en die misschien heel vies water lozen.
Wat voor mensen zijn dat? Nou, hè? Je vader of je moeder of je verzorger, die werken in een bedrijf. En gewone mensen doen dit soort dingen. En daar gaan we straks nader op in. Van hoe kan dat nou en hoe kunnen we daar wat aan veranderen? Oké, nou dan is het tijd voor het college. Even kijken, het is inmiddels... Oh, het is precies 15:15. Nou, dat is hartstikke goed, want dan betekent dat we exact een half uurtje hebben voor het college. En dan hebben we nog allerlei vraagjes ook tussendoor. En dan is het 16:45. En dan is er een kwartier tijd voor jullie vragen en opmerkingen. Dus onthoud vooral, zo van, daar wil ik nog even een vraag over stellen. Dat kan dan om 16:45 tot 16:00. En dan gaat de microfoon rond en kunnen we een fijne discussie hebben. En nogmaals, ja, daar zie ik dus erg naar uit. Ik ben dus heel erg benieuwd naar wat jullie ideeën zijn en vragen. Oké. Nou, ik ben hier aan de Universiteit Tilburg universitair hoofddocent, zoals dat zo mooi heet. Nou, daar zit het woord docent in. Meester, leraar. Ik geef vaak college, ook voor de studenten. Deze ochtend nog, stond ik hier om 20:45... om de studenten wat te leren. Dat deed ik over hoe ze goed onderzoek kunnen doen. Dat kan je hier leren op de universiteit. Hoe doe je onderzoek? En wat voor dingen kan je dan onderzoeken? Nou, bijvoorbeeld, stel dat we niet 1 inspectieschip hebben, maar 8. Wat voor verschil zou dat maken? Of stel dat we die regels over de vervuiling van water, stel dat we daar echt eens even werk van zouden maken. Dus echt eens bij die bedrijven langs gaan en beter gaan controleren of ze zich wel aan de regels houden. Wat zou dat voor verschil maken? Of met water. Hoe kunnen we in Nederland net zo schoon water krijgen als in Finland? Want dat kan. En het mooie is, wat je als onderzoeker doet, is dat je eigenlijk probeert voor te stellen hoe de wereld er ook zou kunnen uitzien. Hoe de wereld er anders en beter zou kunnen uitzien en hoe we daar komen. Dus dat is hartstikke leuk werk om te doen. Dat kan je hier leren aan de universiteit. En daar ben ik dus docent voor hier aan de universiteit. En eigenlijk lijkt dat best wel, want wij doen dat met cijfers. Maar het werk wat we hier doen lijkt best wel op dat van schrijvers en schilders. Want een schrijver die schrijft bijvoorbeeld een boek. En die schrijft een mooi boek over hoe de wereld kan zijn. En die deelt dat met jou. Het is hartstikke leuk om te lezen over een andere wereld. Of een schilder die maakt een prachtige schilderij van een landschap bijvoorbeeld. En die probeert ons te laten zien hoe de wereld er in zijn of haar ogen uitziet. En deelt dat met ons. En als onderzoeker doe je dat eigenlijk precies zo. Alleen doe je dat niet met een penseel of met een pen. Maar doe je dat met cijfers en met computers. Oké, ik ben docent. Daarnaast ben ik ook onderzoeker. En eerst begon ik vooral met onderzoek naar bijvoorbeeld woninginbraken, autokraken en zo. En dat is natuurlijk hartstikke naar, hè? Als jullie straks naar je auto lopen, mocht je met de auto zijn, en het ziet er zo uit. Nou, dat is niet fijn, hè? Nee. Nou, dat is echt niet fijn. Dat is ook zo. Maar wist je dat bedrijven ook heel veel foute dingen doen? Want dit is geen bedrijf. Dit is gewoon een... Vaak zijn het mannen overigens. Dit is gewoon een man die denkt, dat is lekker makkelijk. Daar ligt een telefoon die iemand is vergeten en die neem ik mee. Maar op een gegeven moment dacht ik al die foute dingen die bedrijven doen, eigenlijk zou ik daar meer naar moeten kijken. Hoe zit dat? Nou, en dan blijkt, dat is nog niet zo makkelijk. Bijvoorbeeld, we hadden het over water en dat Nederland zo'n vies buitenwater heeft. Ja, hoe kan dat? Welke bedrijven vervuilen dat water zozeer? Een woninginbraak, daar weten we heel veel van. Want als er bij jullie wordt ingebroken, dan gaan je ouders naar de politie en doen ze aangifte, wordt allemaal genoteerd. En dat gaat naar de verzekering, et cetera. Dus dat hebben we goed in beeld. Maar stel dat dit water hartstikke vervuild is, die vissen doen geen aangifte bij de politie. Nee. Dus daar weten we eigenlijk veel minder vanaf. Dat maakt het ook weer hartstikke leuk als onderzoeker om daar toch achter te komen. En er zijn manieren om dat te doen. Die zal ik zo meteen ook in het college aan de orde laten komen. Hoe kunnen we daar nou achter komen wie dat waterfiets maakt of wie de zee leegvist? Even een vraagje tussendoor over dat zwemmen. Want zwem jij als je in Nederland bent, bijvoorbeeld in de zomer,
zwem je dan eigenlijk wel eens in het buitenwater? Net zoals in een rivier of een meer? Nou, ik zie hartstikke veel groene kaartjes. Dat is hartstikke goed, want je zou zeggen van nou, hè, na dat verhaal van net over al dat vieze water in Nederland, is dat nou eigenlijk wel zo slim om te zwemmen? Nou, in Nederland hebben we wel duidelijke zwemwateren, zeg maar, bijvoorbeeld een meer bij jou in de buurt. En dat wordt goed in de gaten gehouden. Hoe kan je dat uitvinden? Nou, op internet staan al die zwemwateren en er staat of dat schoon genoeg is om te zwemmen. Dus het is wel aan te bevelen om dat even te checken. Zeker in de zomer als het warm is. Zeg maar, je kan niet altijd overal zwemmen in Nederland. Dat kan echt wel te vies zijn en gevaarlijk zijn. Maar dat wordt goed in de gaten gehouden. Maar waarom is het zo belangrijk om dat vooral te blijven doen? Omdat je dan ziet van, wat is dat schuim hier? Of wat doet die dode vis hier? En op die manier kunnen we de boel veranderen. En dan kan je je voorstellingsvermogen gebruiken van, nou, hoe zou het nou zijn als dit meer wel schoon is en dat het net als Finland eruit ziet en dat ik hier gewoon heerlijk in kan plonsen en me geen zorgen hoef te maken. Want in Nederland is het zo, als we dat willen veranderen, dus als we bijvoorbeeld die meren schoner willen maken, dan zullen wij dat als bewoners, als burgers moeten aangeven. We kunnen er niet van uitgaan dat het vanzelf wel goed komt. Als dat zo zou zijn, dan zou Nederland een hartstikke schoon land zijn. Want we hebben ongelooflijk veel regels waar bedrijven zich aan moeten houden. Maar ondertussen is Nederland gewoon een hartstikke vies land. En alleen als wij als burgers zeggen, dit willen we niet, we gaan hier werk van maken, dan gaan er dingen veranderen. Daar ga ik zo nader op in. Nou, waar de laatste tijd veel over te doen is, waar zitten wij? Hier in Tilburg. Gaan we een beetje omhoog. Nou, hier is een bedrijf, het is een chemisch bedrijf, dat zit aan een grote rivier, de beneden weer Merwede. Nou, dat heb je misschien ook wel op het jeugdjournaal gezien, dat chemische bedrijf, dat loost allemaal rotzooi op de rivier. En daar kan je best wel ziek van worden. Nou, wat blijkt nou? Dat gebeurde al jaren. Maar, wanneer is dat groot nieuws geworden en kon je dat op het journaal zien? Nou, nadat mensen die daar vlakbij woonden, in geweer kwamen. Die zeiden, hoe kan het nou zo? Het lijkt wel of iedereen hier kanker krijgt. Moeten we hier niet wat aan gaan doen? En die bewoners zijn een bewonergroep begonnen. En die zijn ook naar de universiteit gegaan en met onderzoekers gaan praten. Van, wat is hier aan de hand? Dit is toch niet normaal? En pas toen is het een grote zaak geworden en is iets veranderd. En dat is een beetje hoe het in Nederland werkt. Dus als jullie een schoon en veilig land willen, dan moet je er zelf iets aan gaan doen. Het is niet makkelijk, hè? Want zoals ik al zei, het is niet zo dat er een kaartje bij hangt van vriendelijke groeten, gemoer. Dat staat niet in de rivier, maar er zijn manieren om dat uit te vinden. En laten we daar eens naar gaan kijken. Om jullie een voorbeeldje daarvan te geven, gaan we naar de Noordzee. Dat grote stuk zee waar Nederland voor verantwoordelijk is. En een zee, dat is natuurlijk een ideale plek om dingen te doen die fout zijn. Want je zit ver van land. Niemand kan meekijken. En zeker als je onder water gaat, nou, dan kan helemaal niemand meekijken. Nou, we duiken lekker onder zee en we zitten daar op de bodem van de Noordzee. En wat zien we daar? Wat is dat voor vis? Weet je hoe deze vis heet? Steek je tong eens uit. Mag. Tong. Hij heeft wel een beetje de vorm van een tong. En ze leeft op de bodem van de Noordzee. Het is lekker zanderig. En je ziet, ze heeft een fantastische schutkleur. En een tong. Zeg maar, ik heb er hier ook nog eentje liggen. Of twee zelfs. Zeg maar. Dat is een bijzonder beestje. En ze kunnen wel bijna 30 jaar oud worden. Nou, er zijn weinig dieren die zo oud kunnen worden, nietwaar? En als ze bijna 30 zijn, dan zijn ze wel 70 centimeter lang. Dus dat zijn hele bijzondere beesten. En wat is er toch met die tong aan de hand? Hè? Want kijk eens wat een weird oog ze heeft. En dat is toch gek? Hè? Want misschien hebben jullie het wel eens gehoord, maar de tong is niet zo begonnen. Hè? Want zo zitten ze op de bodem. Hè? En ze heeft een fantastische schutkleur, dus je ziet het totaal niet. Maar ze is zo begonnen. Toen zaten de ogen gewoon hier zo. Op een gegeven moment is het een platvis geworden en je ziet ook, dat ene oog is wel een beetje raar. Nou,
Misschien dat je het wel eens op school hebt gehoord, of dat je het wel eens hebt gehoord bij een podcast of zo. Dat is de volgende vraag. Een tong heeft beide ogen bovenop zitten. En zo is ze dus niet geboren. Ze is eigenlijk als een gewone vis geboren. Hoe kan dat? Is het soms zo dat het ene oog van deze kant helemaal naar de andere kant is verhuisd, inclusief oog, bot en al? Of is het zo dat er gewoon een nieuw oog is bijgekomen en dat ze het oude oog niet meer gebruikt? In het eerste geval een groen kaartje, in het tweede geval een rood kaartje. Ik zie wel een hele hoop groene kaartjes, hier en daar ook wat rode kaartjes. Ja, hartstikke goed, groen daar, hoop groen. Nou, het antwoord is groen. Puntje voor de groene. Dat is natuurlijk best een gek verhaal, hè? Zo'n oog dat dan even verhuist. Dat gebeurt als die tong nog hartstikke jong is. Hè? En dan echt binnen een paar weken zeg maar, verhuist dat oog naar de andere kant. En dan gaat ze lekker plat op de bodem leven. Nou, de wonderen van de natuur, hè? Dat is altijd zo leuk om daar meer over te weten. En de tong is gewoon een hartstikke mooi beestje. Maar, ja, wat is dit? Een tong. Ja, nee, want deze tong die we net zagen, die leeft niet in er eentje. Er zijn eigenlijk heel veel tongen in de Noordzee. En eigenlijk is de Noordzee wel een beetje voor een tong gemaakt. Voor die platvissen die een beetje op die zanderige bodem van de Noordzee zitten. Want jullie kennen natuurlijk strand, maar de bodem van de Noordzee is eigenlijk net zo zanderig. En dat weten de vissers ook. Die weten van, hey, er zit een hele hoop tongen en dat is wel heel interessant. Laten we die gaan vangen. Laten we die gaan vangen, want dat vinden de mensen wel lekker. Nederlanders eten niet zoveel tong, maar vooral veel buitenlanders eten tong. Dus die vissen, die dode tongen, die gaan meestal naar bijvoorbeeld Italië of Spanje. Veel Italiaanse schoolkinderen trouwens van jullie leeftijd eten tussen de middag tong. Tussen de middag op een Italiaanse school eten ze warm. En dan hebben ze wat pasta en wat vlees of vis en dat kan dus een tong zijn. Dus een hoop van die prachtige tongen die we hier in de Noordzee hebben, die eindigen dus op een bordje van een Italiaanse scholier om 12 uur. Nou, en hier zien we hem lekker opgediend met wat peterselie, wat citroen. Nou, dat kan heerlijk smaken, maar hoe wordt die tong nou eigenlijk gevangen? Hoe gaat dat nou eigenlijk? Kijk, een vis die gewoon zo midden door de zee zwemt, dat moet wel lukken. Maar die tong die zit op de bodem. Dus hoe krijg je dat beest in het net? Nou, dat is nog niet zo eenvoudig. Onthoud vooral je vragen over. Want als je een vraag hebt, gaan we zo wel alle tijd om jullie vragen, om je vraag te stellen. Nou, wat die vissers doen, die hebben een reusachtig groot net. Een grote balk die dat openhoudt. Achter die balk heb je ook allerlei kettingen. Die kettingen slepen over de bodem. Dat heet de wekkerkettingen. Dus hij is net een soort wekker. Dus die tong die zit lekker op de bodem. En dan komt die enorme ketting voorbij. Die tong die schrikt. Dus die flappert omhoog. En dan komt het net erachteraan. Floeps. En ja, vervolgens eindigt zij dan op een bordje. Laten we even kijken als je zo'n net bijvoorbeeld een uurtje over de zeebodem hebt gesleept, hoe dat er dan vervolgens uitziet. Wat zit er dan eigenlijk in dat net? Nou, een heel kort fragmentje van een tv-programma hierover. En kijk, daar zien we, het net wordt omhoog getrokken. Die gaten in het net, daar zijn regels over. Hoe groot die moeten zijn. Ja, en om er dus voor te zorgen dat er niet al te veel een jonge vis in dat net blijft hangen. Want het probleem is, kijk, die jonge vis kan je toch niet verkopen. Oh. Want we hebben niet alleen de minimale maaswijdte afgesproken, maar we hebben ook afgesproken dat al te kleine vis mag je niet verkopen. Want die hoort in de zee. Dus je mag niet vissen met netten die mazen hebben kleiner dan 8 centimeter. Oké. Okay. Oh, wow. Daar zit de vis in. Kijk. Wow. Nou, kijk maar eens even goed. Wat zit er in dat net, jongens? En die eruit steken, dat is sliptong. Dat is sliptong? Ja. Maar die zit allemaal vast in het net. Ja.
maar dit zijn bijna alleen maar zeesterren. Ja, nou, hier rijdt Antonie. Dat is een goeie. Dat is een goeie? Ja, die is te klein. Die is te klein. Maar ik snap het niet. Dit is een schaar en dat is zeesterren. Maar als je in die bak kijkt, word je dan niet echt gelukkig? Want ik zie eigenlijk vooral heel veel hele kleine vissen. Ja, ja. Maar dan gaan we zo allemaal weer overboord zetten. Ja, jeetje. We gaan het nu hier onder de bak uitzoeken. Ja. Oh, dat ga je meteen sorteren hier aan boord. Ja. En dan gaan die kleintjes allemaal terug. Ja, die gaan allemaal weer terug. En al die krabben en zeesterren en zo? Ook alles. Alles. Alles wat we niet kunnen verkopen, gaat weer overboord. Nou, dat geeft een beetje een beeld, hè, hoe dat dag en nacht hier op de Noordzee gebeurt. Hè, en dat is een beetje het probleem met het vangen van tong. Hè, dus als je met die kettingen over de grond sleept om die vissen op te schrikken. Ja, al het andere wat ook op de bodem van de Noordzee leeft, komt ook mee. Hè, dus het lijkt hier wel alsof die, hè, wat zoals zij ook zegt, het lijkt alsof je op zeesterren zit te vissen, joh. Ik zie hier en daar een vis en ik zie vooral heel veel andere dingen. En dat is een beetje het probleem met deze vorm van visserij. Want om 1 kilo tong te vangen, maak je 12 kilo dieren dood. Want wat die visser niet bij zegt, is dat eigenlijk alles wat ook in het net komt, doodgaat. Dus het gaat wel overboord. Al die de zeeegeltjes, de zeeappels, de krabbetjes. Heel veel kleine vis die hij toch niet kan verkopen, hè, omdat de Italiaanse scholieren wil niet zo'n klein stom visje op een bord. Die willen een fatsoenlijke vis. Dus alles wat te klein is, gaat dood overboord. Nou, dat is natuurlijk zonde, want die vis die wil leven en die wil later ook kinderen krijgen. Want zo krijgen we meer vis, maar daar krijgen ze de kans niet toe, want ze worden al opgeschept en gaan dan dood overboord. En in dat programma, dat was de Keuringsdienst van Waarde, misschien hebben jullie het wel eens gezien op tv, dat was een uitzending van vorig jaar. En daar zeiden ze ook, voor elk portie van 3 sliptongen, 3 sliptongetjes, eigenlijk, dit is wel een redelijk sliptongetje, hè, want je zag dus die sliptongetjes, soms slippen ze net door het net en soms slippen ze net niet door het net. Ja, maar dus die zitten een beetje ertussenin, hè, die blijven dan net wel of net niet in het net slepen. Vaak krijg je daar dan 3 van op je bord, hè, en om die 3 sliptongen te vangen, moet je 120 andere vissen doodmaken. Nou, zo gebeurt dat en dat is volstrekt legaal. Hè? Dit mag gewoon. Dit vinden we helemaal oké in Nederland en zo gaat het dag en nacht door in de Noordzee. En we zouden natuurlijk kunnen zeggen van nou, dit vinden we helemaal niet oké, dit is toch niet normaal? Dan zouden we daar een regel van kunnen maken. Hè? Dus we zouden de regels kunnen veranderen. En dat maakt milieuregels ook wel heel bijzonder. En daarom kunnen wij ook met z'n allen daarover beslissen, hè? In een land als Nederland. He, want dat woninginbraak is verboden, dat is altijd al zo. He, en dat je elkaar niet mag mishandelen, daar hebben we ook hele duidelijke regels over. En die regels hebben we al duizenden jaren. Maar milieuregels, ja, die kunnen we nieuw maken. We kunnen zeggen, dit willen we niet meer. Nu zul je denken, je ging het nog hebben over foute dingen die bedrijven doen. Het verhaal gaat verder. Want dit wordt gedaan natuurlijk met netten, hè. Waar we het net over hadden. Daarmee worden die vissen van de zeebodem opgeschept. En we hebben afgesproken met z'n allen, dus hier zie je mijn hand, dat die openingen van het net, dat noemen we mazen, de mazen van het net, mogen niet kleiner zijn dan 8 centimeter. Dus dat is ongeveer mijn duim. Waarom hebben we die regel? Nou, heel simpel. Als je die openingen van het net nog kleiner maakt, wat gebeurt er dan? Komen er allemaal, dan is alles dood. Want ook de allerkleinste visjes blijven dan in het net zitten. Die visjes, daar heeft de visser ook helemaal niets aan. Maar goed, waarom doen de vissers dit? Omdat ze 100% zeker willen weten dat ze elke vis die ze kunnen verkopen ook vangen. Dus die zogenaamde sliptongetjes, die we ook op het videootje zagen, dat die lekker in het net blijven zitten, want dan kan die toch verkopen. Dus bijvoorbeeld, hier zien we weer ons eerdere tong. Die is al lekker groot geworden. Past die? Gaat die uit het net ontsnappen? Nee, dat gaat niet lukken. Hè? Bij 8 centimeter. Hè? Maar zij? Ja, tongen zijn echt meesterontsnappers. Dus, en daarom willen die vissers ook graag van die kleine mazen. Want die tongen die zijn er zo handig in om zich toch uit dat net te worstelen, en dat ze zeggen, nou weet je, 8 centimeter, ik maak er 4 centimeter van,
Want dan weet ik al voor zeker dat die slimme tong zich niet door dat net heen worstelt. Want die tong heeft ook een hartstikke mooie gestroomlijnde vorm, zie je dat? Net als de auto van je vader of moeder. Dat is hartstikke gestroomlijnd en daardoor kunnen zij makkelijk uit dat net. En dat wil die visser niet. Dus wordt die openingen van het net worden vaak de helft zo klein. 4 centimeter, niet 8 centimeter, maar 4 centimeter. Kan ze nu nog ontsnappen? Nee, hè? Nee. Dus zo gebeurt dat. En dat zien we, heren. En zo blijven al die vissen in. En wordt er stapel dode dieren door die te kleine netten nog een stuk groter. Hè? Zo groot dat ze zelfs van de tafel afvallen. En zoveel krabbetjes en zeeappels en zeesterren. En vooral ook heel veel te kleine vis gaat allemaal dood overboord. Nou, hoe zijn we daar nou achter gekomen? Hè? Want daar heb ik dan samen met een collega onderzoek naar gedaan. Want kijk, net zoals jij zei, van, ja, ik ga je echt niet vertellen wat voor stiekeme dingen ik doe. Hè? Nou, die vissers lopen er ook niet mee te koop. Die gaan niet zeggen, ja jongens, ik gebruik gewoon 4 centimeter. Dat vind ik genoeg. Nee, dus hoe hebben we dat gedaan? Nou, we hebben dat ene inspectieschip, weet je wel? Nou, dat is er maar één. Maar de vissers zijn er wel erg bang voor. Die willen echt niet worden gepakt. Want dat is een beetje de deal. Je mag doen wat je wil, maar je wordt niet gepakt. Dus als dat inspectieschip een beetje in de buurt is, dan gebruiken ze gewoon die 8 centimeter. Dan gebruiken ze gewoon netten die mogen. De grap is dat soms is dat inspectieschip wel op de Noordzee en soms niet. Want soms ligt het in de haven van Scheveningen, is er vol. Dan zijn ze met de machines bezig, dus onderhoud van de machines. Of is ook de bemanning van dit schip gaat wel eens op vakantie, misschien wel naar Finland. Dan ligt die ook in de haven of soms maakt ze een tripje naar Finland. Maar dat betekent, de ene week is het inspectieschip er wel, de andere week niet. Wel, niet, wel, niet, wel, niet. En toen zijn we gaan kijken van, hey, is er nou een verschil in wat er aankomt als het qua vis op land aankomt, als het inspectieschip meekijkt, vergeleken met weken dat het inspectieschip niet meekijkt. Dit is de zogenaamde veiling en daar komen al die vissen binnen. Nou, wat zien we? Als het inspectieschip er is, dan komt er veel minder kleine vis binnen. Dus al die sliptongetjes blijven dan in de Noordzee. Als het inspectieschip er niet is, dan worden die te kleine mazen gebruikt. Die sliptongetjes die komen allemaal binnen in Scheveningen, IJmuiden, Arnhemuiden, etc. En op zo'n manier konden we dat dus achterhalen, want het heeft maar één verklaring. Zodra het inspectieschip niet meekijkt, dan doen de vissers dus illegale dingen. En dat herken je misschien wel een beetje. Als je vader of je moeder of je verzorger even niet meekijkt, wat doe je dan? Dat weet ik niet, dat ga je natuurlijk ook niet vertellen. Maar dat kan wel eens iets zijn wat niet mag. Oké, en zo kunnen we dus uitvinden of er dingen gebeuren die niet mogen. Want stiekem dingen die laten heel vaak sporen na. Bijvoorbeeld, en dit is geen poep. Nee, dus en hier, als je snoeppapiertjes vindt onder de bank, nou, dan weet ik ook wel, zeg maar, dat daar iets is gebeurd wat niet mag. En toen ik klein was, weten jullie wat roken is? Ja. Nou, vroeger werd er nog veel meer gerookt. Ook door kinderen. Vreselijk, hè? Nou, en dat deed je natuurlijk stiekem. Maar dan hing je jas op aan de kapstok. En wat dan? Nou, je vader of moeder die rookt dan even zo van, hé, je bent toch niet aan het roken? Wat smerig. Dus op die manier, dus omdat stiekem dingen altijd wel sporen achterlaten, kunnen we als onderzoeker achteraf toch uitvinden dat er dingen zijn gebeurd die niet mogen. En even kijken hoeveel tijd we nog hebben. Nou, we hebben nog 5 minuutjes, heel kort. Zeg maar, want op een soortgelijke manier hebben we eigenlijk ook ontdekt dat de schepen op de Noordzee soms allemaal rotzooi in de Noordzee dumpen. Bijvoorbeeld allerlei oliehoudende stoffen, zeg maar. Dus waar je van die mooie regenboogvlekken van krijgt op het water. Wanneer doen die schepen dat? Nou, als het vogeltje even niet meekijkt. En in dit geval zijn dat
zijn dat geen kustwachtschepen, hè, die we eerder zagen, zo'n inspectieschip, maar zijn dat vliegtuigen. Hè. Dus één keer per dag gaan die vliegtuigen rond, zeg maar. En die vliegen ook 's nachts rond. Maar als jij als schip zo'n vlek achterlaat en je doet dat 's nachts, dan zegt de rechter van nou, ik weet niet helemaal zeker of dat nou olie was, dus laat maar. Hè, dus dat betekent dus dat als je op zo'n schip werkt, dan kan je dus 's nachts lozen wat je wil. Wat zien we? Zodra de zon ondergaat, hoe laat is dat nu ongeveer? 6-7 uur, hè? Dus in de winter zie je, na 6-7 uur, zie je opeens allemaal vlekken op de Noordzee verschijnen. En in de zomer, hoe laat is het dan? Wanneer gaat de zon dan onder? Ja, dat kan wel 10 uur zijn, joh. Het kan wel 10:30 zijn. Hè? In Nederland is het een enorm verschil tussen. Dan zie je geen vlekken en dan plotseling, zo 10:30, 11:00, zie je overal vlekken verschijnen. Zeg maar. Omdat die mensen heel goed weten van, nou, dan kom je ermee weg. He, dus, en op die manier hebben we toch uitgevonden dat er allemaal foute dingen gebeuren. Hè? Dus dingen die bedrijven niet graag vertellen, al die stiekeme dingen, kunnen we toch achteraf met onderzoek dus boven water krijgen. Nou, en dan heb ik één laatste vraagje nog. Wie weet eigenlijk het best wat voor foute dingen bedrijven allemaal doen? Zijn dat die onderzoekers of de inspecteurs? De inspecteurs zijn eigenlijk een soort de politiemensen, hè, die bedrijven in de gaten moeten houden. Denk je dat dat waar is? Dan doe je een groen kaartje. Als je zegt, nee, dat zijn andere mensen, die weten veel beter wat er gebeurt, dan is het rood. Nou, ik ben toch wel heel erg benieuwd. Nou, maar dan en laat ik niet meteen de eerste rij, anders zo oneerlijk, hè, want ik sta natuurlijk helemaal vooraan. Dus jij hebt een rood kaartje. Kan je misschien zeggen? De mensen die het zelf doen, weten natuurlijk het best wat er gebeurt op zee. En overal weten ze natuurlijk het best wat ze zelf doen. Ja, nou, dat is een uitstekend antwoord, joh. Dat is hartstikke goed. Want ja, dat is natuurlijk logisch. Hè. Kijk, als onderzoeker, hè, net als je vader of moeder, die dan kijkt, hé, wat doet die chocola hier? En wat doet dat snoeppapiertje daar onder die bank? He, als onderzoeker moet je achteraf maar proberen om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Wie weet het best? Nou, dat is al best wel een grote hint, want we hebben haar eerder gezien. Hè? Dat was een vraag over je vader, moeder, verzorger. Dat zijn de mensen in de bedrijven zelf. Die weten het best. En die weten dat vaak al veel eerder dan wij ooit kunnen uitvinden. He, want vaak is het zo, he, dus dat we pas na jaren ontdekken van, oh, hier gebeuren dingen waar we hartstikke ziek van worden. En wat is er aan de hand? He, terwijl die mensen in het bedrijf weten het al lang. Dus nou, je zou daar eens een keer met je vader, moeder, verzorger over kunnen hebben. Hoe zit het eigenlijk bij jullie in het bedrijf? Wat voor dingen gebeuren daar? He, het zou natuurlijk heel fijn zijn als er meer mensen in die bedrijven dat gaan delen. He, dat noemen we zogenaamde klokkenluiders die gewoon vertellen van, nou, dit kan niet, dit moet niet kunnen en hier moet een einde aan komen. En wat kan jij daaraan doen dan? Nou, vooral je ogen en oren open houden. Heb eens een gesprek met je vader en moeder. En ook als je later groot bent en je bent naar de universiteit geweest en je werkt in het bedrijf. Hè, kijk dan van, hè, is dit nou het land waar we in willen wonen? Hè? Willen we nou zoveel rook uitstoten en het water vies maken of niet? Hè, en dan kunnen we samen wat aan doen. Want nogmaals, je kan er niet van uitgaan dat het wel goed komt. In Nederland hebben we regels zat, maar veel bedrijven houden zich niet aan de regels. En wij, als jullie later ook groot zijn, dan kan je zeggen, nou weet je jongens, dat accepteren we niet meer. We gaan gewoon een actiegroep beginnen als bewoners. Of stel, je houdt van buiten zwemmen. Je zit in een open waterzwemvereniging. Als vereniging zeg je van, nou, wij willen in schoon water kunnen zwemmen. Wij gaan nu uitzoeken hoe het schoner kan. En dat kan je samen met onderzoekers doen van de universiteit. En op zo'n manier kunnen we met z'n allen bijdragen aan een schoner en veiliger land. Hartstikke bedankt voor jullie aandacht, voor het college. En laten we nu vooral ruim de tijd nemen voor jullie vragen en opmerkingen, want het is precies 15:15. Dankjewel, Ben, voor dit ontzettende interessante en indrukwekkende college ook. Ik kan me voorstellen dat er wat vragen zijn. En even kijken of deze
Hallo. Ja. En voor de vragen gaan we gebruik maken van een catchbox. En ik ga hem als eerste gooien en dan kan je je vraag hierin stellen. En dan is het de bedoeling dat je hem overgooit naar het volgende blok. Dus dan ga ik hier beginnen. Is er iemand hier met een brandende vraag voor Ben? Ja. Maar als we dan kijken naar Groningen bijvoorbeeld op de kaart van de vervuilde lucht, dan zien we eigenlijk dat daar minder vervuilde lucht is. Ja. Maar ja. Het grenst ook aan Duitsland, dus hoe komt dat dan? Ja, nee, zeker. Hè. Dus goed gezien, hè, want Groningen grenst ook aan Duitsland. Maar het toeval wil dat in het noorden van Duitsland, ik weet niet of je wel eens, ben je er wel eens geweest? In plaatsen als Leer? Nee. Bestaat. daar gebeurt niet zoveel. En vooral zeg maar, ter hoogte van zo Brabant-Limburg. Hè, dan heb je onder andere het zogenaamde Roergebied. Misschien ben je er wel eens doorheen gereden op vakantie. Zeg maar, nou, daar heb je een hoop fabrieken. Zeg maar, dus, en veel van die rotzooi zeg maar, komt dus ook onze kant op. Dat geldt zowel de lucht, hè, want je hebt het over de lucht. Maar dat geldt ook het water. Want welke rivier komt Nederland binnenstromen vanuit Duitsland? De Rijn. De Rijn. Precies. En vanuit de Rijn, dan heb je natuurlijk ook vanuit het zuiden nog de Maas. He, dus dat is een beetje de pech die we hebben als Nederland. He, dus dat er een hoop rotzooi uit andere landen onze kant op komt. Jullie kunnen onderzoeken wanneer die bedrijven dan iets stiekems doen. Ja. Maar kunnen jullie ook onderzoeken welke bedrijven dat zijn? Ah, dat is een hartstikke goede vraag, weet je. Dat vind ik echt wel super. Want, nee, dat kan niet altijd. Want soms zien we bijvoorbeeld bij die vissen, hè, dan zien we, hey, geen inspectieschip. Hè, die zitten lekker in Noorwegen, andere dingen te doen. En hè, waar komen al die kleine vissen vandaan? Hè, dat moeten dan wel die netten zijn die niet mogen. Maar dat is heel moeilijk om te zeggen, oh, dat komt van de Pietje Puk, zeg maar, dat ene schip. Dat is vaak heel moeilijk. En wat heb je daarvoor nodig, denk je? Een goed onderzoek? Ja, onderzoek, maar vooral inspecteurs die eens een kijkje gaan nemen. Hè. Dus daarom zijn die inspectieschepen ook zo vreselijk belangrijk. Hè. Dus dat er echt eens iemand gaat kijken van, hoe zit dat hier? Hè, als onderzoeker kan ik op een afstand maar zoveel zeggen. Maar zo'n inspecteur die is even bij jou, hè, bij je bedrijf voor kijken, die kan echt zeggen, oh, hey, hier gebeuren dingen die niet mogen. Even een kleine correctie tussendoor. Als je je vraag hebt gesteld in de catchbox, mag je hem doorgeven aan een van mijn collega's die op de trappen staan. Nou, u zegt dat dat vaak mensen die bij een bedrijf werken al weten dat er iets gebeurt wat niet mag. Maar waarom zeggen ze dan niet? Worden ze gedwongen om dat niet te zeggen? Ja, nee, dat is een logische vraag. Hè? Want bedrijven doen niks, mensen doen het. Hè? Dus, en waarom vertellen ze dat niet eerder? Nou, misschien omdat omdat ze bij dat bedrijf werken en daar gewoon geld verdienen. En wat denk je dat er gebeurt als ze aan de grote klok gaan hangen wat er allemaal fout gaat in dat bedrijf? Denk je dat dat bedrijf, hè, dus die baas van hen, daar blij mee is? Nee, ja, dus dat is een heel groot probleem. De meeste mensen durven dat niet te zeggen. En daarom moeten we vaak achteraf maar een beetje gaan puzzelen wat er echt aan de hand is. Waarom als je tegen natuurvervuiling bent, heb je dan hier zoveel lichten? Ah, wat een goeie, zeg maar. Dus zouden we niet met wat minder licht toe kunnen? Hele goede suggestie, nemen we mee. Ik ben zelf ook niet van al die lichten, dus ik kan jullie bijna niet zien, joh. Dus nemen we mee, dank je. Ja. Nou, waarom verschuift dat oog bij die vis eigenlijk?
Ja, ja, dat komt omdat die tong zo graag een platvis wil zijn. En waarom is dat zo? Ja, dat is in die hele evolutie zo ontstaan. Sommige vissen die zwemmen midden in de zee. Andere vissen die zeggen, nou weet je, er zijn al zoveel vissen bovenin. Wij gaan maar lekker onderin. Dat is onze eigen plek. En die hebben zich helemaal aangepast aan leven op de bodem. Inclusief dus dat ene oog dat naar de andere kant verhuist. Maf, hè? En het zijn hele bijzondere beesten, dus laten we vooral heel zuinig op ze zijn. Test. Hoe lang werk je hier al? Hoe lang werk ik hier al? Ik werk hier al sinds 2008, dus al meer dan 10 jaar. Zo leuk vind ik het. Ik vind het heel leuk om college te geven voor de studenten, maar ook om onderzoek te doen, onder andere naar dit soort dingen waar ik net over heb verteld. Ja. Ja. Waarom worden er eigenlijk geen maatregelen genomen? Nou, dat vraag ik me ook heel vaak af. Dus dat is een hele goede vraag. Waar, als we al die regels hebben, bijvoorbeeld die regels voor vissers en regels voor fabrieken, regels voor boeren, et cetera, waarom maken we daar eigenlijk geen werk van? Dat is ook zoiets. Dus als je als wetenschapper op de universiteit werkt, dan heb je ook niet het antwoord op alle vragen. Ik heb er geen goed antwoord op, laat ik eerlijk zijn. Want het lijkt zo logisch, maar toch is het niet zo. Maar misschien dat iemand in de zaal wel een heel goed antwoord heeft. Maar waarom komen er dan niet meer inspectieschepen? Ja, nee, dus waarom hebben die eigenlijk niet meer inspectieschepen? Want de grap is, weet je wie daar ook van profiteren? Wie daar beter van worden? De vissers zelf. Als je het met de vissers hierover hebt, met een microfoon onder de neus, maar als je gewoon met vissers zelf praat, geven ze gewoon toe dat dit gebeurt. Ook nadat we dit onderzoek hadden gedaan en dan kwam naar buiten, dacht van, oh, nou zullen we het krijgen. Nee hoor, zeiden ze, ja, nee, het gebeurt, we zouden het niet willen. Maar het is natuurlijk ook helemaal niet in hun eigen belang. Weet je wat het probleem is? Iedereen wil zo snel mogelijk naar die tong toe. Zeg maar, want als ik die tong vang, kan jij hem niet vangen. Maar het zou eigenlijk allemaal beter zijn dat ze zeggen, nou weet je, laten we vooral met die kleine tong heel voorzichtig zijn. Want die moeten nog kinderen krijgen. Als dat niet helemaal kan, als dat niet eens meer kan, als die, al die kleine tongen ook doodgaan, dan gaat het echt niet goed met de vissen in de Noordzee. Dus eigenlijk zouden die vissers gebaat zijn bij meer inspectieschepen. Toch zijn ze er niet en dat is precies ook de eerdere vraag, waarom maken we hier eigenlijk niet meer werk van? Waarom is het zo dat die grote mensen die in Nederland de dienst uitmaken, zeggen van, het zal wel. Ik heb het antwoord ook niet. Waarom denken ze zelf niet, we gaan hier zelf dood van? Waarom stoppen we niet? Ja, nou, dat is ook een hele goeie. Want dat, bijvoorbeeld bij de vissers zou je zeggen, nou, als jullie allemaal eigenlijk wel vinden dat je dat niet moet doen, want ze zeggen ook, het is een doodzonde. Die hele kleine mazen, dat moeten we niet doen. Dat is het einde van ons bestaan. Mijn zoon of dochter wil ook in dit bedrijf werken. Dat kan niet meer als alle vis op is. Want 98% van alle grote vissen in de Noordzee zijn weg. Als je vroeger, en dan heb ik bij spreken 80 jaar geleden, als je je voet in de Noordzee stak, nou, dan werd in alle kanten besabbeld, wij spreken. Dan had je zoveel vis, allemaal weg. Dus je zou zeggen, als het voor hen zo goed is, waarom komen ze niet bij elkaar en zeggen, jongens, laat het kalm aan doen en niet al die kleine vis wegvangen. Dat lukt ze niet, want ze zijn ook concurrenten. Dus ze concurreren met elkaar. En zeggen we, elke euro die ik hier aan kan verdienen, die kan mijn buurman niet verdienen of buurvrouw. Dus die is voor mij. Dat wil ik. En dat is wat er gebeurt. Welke straf staat erop om afval te dumpen? Welke straf staat erop afval dumpen? Dat verschilt nogal. Bijvoorbeeld zo'n schip, waar ik het aan het einde over had, die dan allemaal olie en zo in de zee dumpt. Want er gebeurt heel veel. We zien meestal grote olierampen. We horen weinig over al die kleine hoeveelheden olie die schepen gewoon overboord gooien. Overigens gebeurt het nu gelukkig veel minder dan vroeger. Dus dat is al fijn. Maar wat voor straf staat erop? Nou, meestal, voordat de rechter daaraan te pas komt, wordt al gezegd van, nou weet je wat, als wij nou een paar duizend euro betalen, is het dan oké? En meestal wordt er gezegd van, oké,
prima zo. He, dus die straffen zijn eigenlijk, dat is meestal een paar duizend euro en dan is het bekeken. He, dus dat is ook wel iets merkwaardigs, niet waar? Want die bedrijven, die kunnen natuurlijk zeggen van, nou, dat valt eigenlijk wel mee. He, dus dat tegenvallertje. Meestal zijn ze veel banger voor het slechte nieuws in de krant dan voor de boete. He, want als je in de krant staat van bedrijf Pietje Puk heeft dit en dat gedaan, dat wil je niet. Maar die boete, dat stelt meestal niet zoveel voor. Wat is eigenlijk het gevolg van als er te veel tongen en vissen in de Noordzee worden gevangen? Wat is het gevolg daarvan en wat is er zo slecht aan? Ja, nee, dat is een hele goede vraag. Nou, en daar zou een bioloog, dus die weet daar nog veel meer van. Maar, jullie weten, zeg maar, dieren eten weer andere dieren en die eten weer andere dieren. En zo werkt het in de natuur en zo hangt het allemaal met elkaar samen. En zo hebben al die dieren elkaar ook nodig. Stel nou dat je die ene, die bepaalde soort vis er allemaal gaat uithalen. En tegelijkertijd nog ongeveer alles wat op de bodem van de Noordzee leeft. Dan wordt het een hele kale Noordzee. En een dode Noordzee, zeg maar, dat is ook niet goed voor ons. Dus je kan zeggen van, nou, ik zie het toch niet. Ik duik ook niet in de Noordzee. Maar die zee is hartstikke belangrijk voor al het leven op aarde. En wij zijn ook gewoon dieren. Dus wij zijn daar ook onderdeel van. Dus als het slecht gaat met de zee, gaat het ook slecht met ons. Oké, dan gaan we naar de allerlaatste vraag. Als er al dit onderzoek wordt gedaan, dan hoort er toch maatregelen te komen? Ja, dat zou je al hopen. Hè? Dus als we dan vinden van, nou, hier gebeuren dingen die niet mogen. Gaan we ook dan dingen veranderen? Kijk, het belangrijkste is dat je eerst maar eens onderzoek doet om eruit te zoeken. Zo kan de wereld er ook uitzien. Dus stel dat we... Eerst ga je uitvinden, hier gebeuren foute dingen. En vervolgens kan je gaan kijken van, stel dat we wat meer aan inspecties zouden doen, wat beter die bedrijven in de gaten houden. Nou, dan bijvoorbeeld wordt het water schoner, zit de Noordzee voller met vis, kan je schone lucht ademen. Dus dat kunnen wij doen als onderzoekers. Maar wij kunnen niet beslissen van, doe er maar een paar inspectieschepen bij, doe die boetes maar maal 100 of maal 1000. Zeg maar, dat is aan de grote mensen die Nederland leiden. En dan komen we weer terug op die eerdere vragen. Waarom gebeurt er eigenlijk niet meer? Het is ons land. Waarom zorgen we er zo slecht voor? Hoe zit het toch met die grote mensen? Zouden we dat niet anders doen? Nou, laat ik dat als boodschap meegeven. Dus jullie kunnen daar ook een verschil in maken. Nu al, maar ook zeker later. En dat kunnen we alleen met z'n allen doen. Want we kunnen er niet van uitgaan dat het allemaal goed komt. Dus laten we allemaal zelf en met elkaar ook voor zorgen dat wij in een schoner en veiliger land kunnen leven. Dank jullie wel. Ja, dank je wel voor jullie applaus ook voor Ben Vollaert. En goede vragen gesteld. Echt hele goede vragen zaten ertussen. En Ben, zeker. In het kader van duurzaamheid ook, hebben we een cadeau voor jou. Oh, wat leuk. Want in plaats van een echte boeket bloemen, hebben wij een flowerboeket voor jou, die je zelf in elkaar mag zetten en die ook heel lang zal blijven staan. Oh, super. Nou, van Lego kan je alles maken. Ja. Super, bedankt. Ik heb vanavond wat te doen. Kijk vooral nog even rond op de campus. Ja. En als jullie nog heel even willen blijven zitten, een paar minuten, dan gaan we een korte video laten zien over onze Tilburg University Night University en dan junior. En dat is op 16 mei. En daar kunnen jullie allemaal naartoe komen met jullie broertjes, zusjes, ouders, opa's, oma's, buren. En dan kan je lezingen en lectures zoals deze volgen, maar ook workshops en allemaal andere leuke activiteiten. Dus we gaan nog heel even naar het filmpje kijken over de Night University. We zijn nu op Night University Junior. Echt een wetenschapsfestival. Waar eigenlijk de Unie open is voor iedereen. Dus voor kinderen, ouders, opa's en oma's. Fantastische manier om kinderen kennis te laten maken met de wetenschap. Wetenschappers vertellen op een hele toegankelijke manier iets over hun onderzoek of over het onderzoek van een bepaald veld. Je moet hier echt naartoe gaan. Het is echt een vibe. Programmeren van je eigen game? Ja, ik wil wel games gaan ontwerpen.
Ik denk dat het heel leuk is dat er van alles te doen is. Dus dat iedereen wel iets heeft wat hij leuk vindt om te doen.